welkom bij Mosaïek Oordenking. Ek is J.B. Seidnout, waar ons een beetje dankzaam oor een paar gedagtes en ons dink vanochtend oor die noodzakelijkheid van belijdenis. Zolang as wat ons leef, kan ons vry wees. As ons besef, daar sal altyd iets wees waar ons jammer sal moet sê. Jy kom nooit op een punt waar jy sê, ek is nou oud genoeg, afgeleef genoeg, slim genoeg, wat ook al, dat jy nie sal jammer sê nie. Jammer sê is een gebeurtenis tussen mense. Belydenis, jammer sê, is een gezondheidsvoorwaarde. Het is een vreugdevoorwaarde. 1 Johannes 1 vers 10 is waar het ons vandaag een gedeelte kry, ons lees dit saam. As ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf. Ons kan mense probeer bedrieg en mislei, wat ons misschien makkelijk recht kry. Die vreese ding wat jy kan doen is om jouself te mislei. Jy oortuig jouself. En hier sê Johannes, jy mislei jouself en jy ontsê jouself een klomp dinge dier jou te mislei. Met wie praat Johannes hier uit die context uit? Geskiedskrywers sê vir ons dat het met gnosticiste gewees het wat die kerk een deel uitgemaak het van die gehoor hier of van die lesertal. Wat al een soort van een new age gedachte is. Wat onder andere gloe dat die mens nie sonde het nie. En so die verhoudings in die gemeente versteer het, jy kan jou verbeel hierdie soort van argument in die kerk. Wat hy sê, jy het Jesus nodig, en ander sê nee, jy is nie eindelijk sleg nie, jy het nie eindelijk sonde nie. En dan sê hierdie skrywer, wat het doen, dat jy verklaar dat jy nie skuldig kan staan nie, is dat het bederf die gemeenskap met mekaar. Dit is om intens deel te wees van mekaar, die woord wat hier gebruik word, koinonia. Hierdie ontkenning van dat ek foute kan hê en verkeerd kan wees en sonde kan doen, belemmer intimiteit. Belemmer hierdie koinonia wat ons so noodzakelijk ag in verhoudinge. Ons lewe onsself siek en bly gevangenisse, omdat ons nie vir God mense en onsself die geleentheid gee om te bely, vergewe te word en vry te word nie. Dan alleenlik kan ons intimiteit en verhoudings ervaar. Intimiteit is net moontlik as ons ten volle geken word en ten volle aanvaar word. Ons sukkel met die afwesigheid van een van hierdie twee goed. Byvoorbeeld, as ons ten volle geken word, is ons bang dat ons verwerp sal word as hulle uitvind wie is ek. Dit bemoeilik belydenis en ons probeer al hoe harder om aanvaard te word. Ons wil goed genoeg wees. Die omgekeerde is ook waar. Dat ons aanvaard voel, maar nie ten volle geken word nie. Nou skyn ons heilig. Dink jy, identificeer daai woord. Ons probeer alles om geheim te bly en om nie geken te word nie, om die implikaties van verwerping vry te spring. Hierdie verwerping is so wreed vir die mens, dat ons enig iets sal doen. Ons lieg, ons beloof, ons steel, ons swyg, ons doen enige ding om aanvaar te word. Ons probleem is ons geskiedenis van mislukkings, wat geheim gehou moet word. Ons leef voort in skuld en in skaamte, maar met dieselfde intimiteitsbehoeftes. Kom ons dink mooi. Is maar so 'n oordenking, is dit nie? Ons sonde en foute is omdat ons 'n gesonde behoefte op 'n ongesonde wyse vervul. Een gesonde soek na vrede en ontsnapping is goed, maar die vervulling is belydenis en versoening met God. Die ongesonde vervulling is die gryp na verdowingsmiddels, alcohols ensovoort. Een gesonde soek na welvaart en vervulling lê in harde werk en in saai en beplanning en goeie raad. Een ongesonde vervulling lê in steel, bedrieg en korrupsie. Een gesonde, verbeeldingryke, seksuele, intieme ervaring lee om in een goeie verhouding met jou levensmaat te leef en te leer om mekaar te vervul. Een ongesonde manier is die gryp na pornografie en buitehuwelikse seksuele activiteite. Dit is nie net dat ons behoeftes verkeerd is nie.
Dis hoe ons hierdie behoefte vervul en wat ons dit noem. Sonde beteken eintlik om jou doel te mis, om mis te skiet. Spreuke 30 sê, ek is te dom om een mens te wees, ek leer nie hoe nie. David het die behoefte, hy sê, leer my hoe om te lewe, Here. Leer my om my daad te tel, leer my om my woorde te tel. Voel jy nie aangemoedig om ook geleerd te word hoe om reg te lewe nie? Job 34 sê nogal hierdie ding. Hy sê jou verhemelte, onderskei geure en spys. So moet ons woorde en dit wat ons hoor, geproef word in my siel. Met ander woorde, die vraag na wat is verkeerd en wat is reg, ontwikkel jy een smaak. Ontwikkel jy een palet. Dis eintlik wat hy sê. As jy ding hoor, dan moet jou palet, jou emotionele sielspalet moet vir jou sê, ek gaan nie met die nie. Spreuke 27 sê, een versadigde siel vertrap die heuningstroop. Verhonger mens is alles wat bitter is soet. Die geheim is bly gevoed. Kom ons vind ons versadiging in die belydenis van ons oortredings en ons dwaasheid. Dit maak intimiteit moontlik, waar ek ten volle geken en ten volle aanvaar word deur God en mense soos ek, onder wie ons woon en die lewe deel. Is dit die tyd dat ons een gesonde verhouding, een gesonde intimiteit ontdek, deur afhanklikheid te verklaar. Ek wil jou uitnooi vandag, om in jou hart te oordink, wat een wonderlike verligting dit kan wees, dat jy een persoonlijke verhouding met God en mens kan staan, waar dan nie sprake van afstand, veroordeling, skaamte of skuld en beskuldiging is nie. Alleenlik dit kan as intimiteit beskou word. En belydenis maak dit alles moontlik. Kom ons bid saam. Ek bely my oortreding, waar ek my doel mis, Here. Ek begeer met my hele hart aanvaarding, en intimiteit met u en met my mense. Amen.